Goedemorgen, deze gloednieuwe morgen. Het is vandaag 18 juni 2018. Het is nu 10 uur 33. Ja. Ik ben nog niet wakker. Nee. Nou ja, ik ben wakker, maar ik heb moeite om wakker te worden, ja. Zou ik het zo zeggen? Precies. Maar vandaag gaan we weer gezellig naar school toe. Ja, en ik mag jullie niet meenemen. Dat gaan we maar lekker niet doen. Nee. Het is een beetje raar weer, regen, een beetje raar. Nee, en je komt er niet op om uit. Dus, Lofien die heeft een balletje gesloopt. Dat is helemaal goed. Het is hier weer lekker schoon, ja, lekker schoon. De huishoudelijke hulp is weer geweest. Ja, en ze is er nog. Maar ze wil niet op de vlog, dus dat gaan we ook niet doen. Nee, ik zou zeggen heel veel kijkplezier gewenst vandaag. Want vandaag komt de post weer, dus ik ga het niet gelijk meenemen met de post sorteren vanmiddag. Hey! Hey! Alles goed? Ja hoor. Nu wel. Nu wel, want? Jij bent er. Ah. En ik ben nog niet helemaal wakker. Nee. Nee? Ik kom wel straks op school wel aan die gillende keukenmeiden en keukenheren in de klas. Keukenjongens en meisjes. Ja, precies. Voor in de keuken. Ook zoiets, ja. Heb jij er een beetje zin in? Nee, totaal niet. Het regent. Je wordt zo nat van. Ja. Daar word je hard van, toch? Net zoals ja, cement. Ja. Ja, precies. Maar wat ga jij straks doen? Na school? Na school? Moet ik eventjes richting de sportclub. Sportclub nog wel? Ja. Vertel. Ja, we sporten. Plezier maken met z'n allen. Gezelligheid. Gezelligheid kent geen tijd. Nee, dus ik moet mijn sporttraining straks even halen. Dus eerst naar huis sportkleding halen, dan naar de sport. Dan weer terug naar huis. En dan naar de sport gewoon in Amsterdam. In Amsterdam sporten? Nee. Sportpark Amsterdam. Filmen. Ook nog. Nee, gewoon even serieus. Vloggen, filmen. Maar wat ga je doen daar? Sporten. Dus oefenen, trainen. Dingen bespreken. Van kijken van hoe het in elkaar zit. Ja, maar sporten en dat kent iedereen. Maar wat houdt dat in? Inderdaad van het sporten. Nou, dat is zeg maar martial arts. En kennen ze dat ook op zoek op internet? Natuurlijk. Ja, vertel. Op martial arts kan je zo van googlen. Van martial arts, wat is dat nou? Ja. Dat is een Oosterse vechtsport. En de sport is dus dat je jezelf onder controle hebt. Soms ben ik wel eens... Vroeger was ik een soort van boos af en toe op dingen. Dus dan ga je dingen in elkaar slaan. En wat je ermee hebt is jezelf. Met zo'n martial arts leer je dus zelfbeheersing. En dat is voor mij een hele opsteker geweest. Dus ik ben een stuk rustiger geworden. Kijk, je raakt soms wel eens even in een situatie, vind ik niet leuk. Maar dan heb je dus weer die mentale controle over jezelf. Dat je de situatie goed aan kan. En gewoon dingen kan doen zoals ze moeten doen. Zoals je dus zeg maar al van tevoren hebt geredeneerd van hoe moet je iets aanpakken. En dat heeft mij dus zeg maar een soort van rust gegeven dat ik eigenlijk nooit meer boos ben. Nooit? Eigenlijk nooit. Wanneer ben ik nou boos? Nou, lang geleden. Nee, maar het is al een keertje goed weer voor je. Och, gecontroleerde boosheid, laat ik het zo zeggen. Want boosheid is een uitbarsting van emoties. Nee, maar emoties en die mag je ook tonen. Ja, precies. Maar boosheid is een... Ja, je kan het ervaren als een negatieve emotie, want je hebt jezelf ermee, je hebt anderen ermee. Nee hoor, hoeft niet. Soms een klein beetje boos zijn is goed. Dan ziet iemand anders van, nou, je kunt niet heel veel verder gaan, want dan gaat er andere dingen gebeuren. Maar door die controle op jezelf kan je doen alsof je boos bent. Zoals nu, ja, let op, ja. Zo, je kan schreeuwen, hoe doe je dat? Dus mag dat je ook eens een keertje voor de klas doen. Een stukje controle over jezelf hebben. Van, doen alsof. Maar in wezen ben ik dan heel rustig. Alleen, je ziet het niet, dat ik rustig ben. Nee, precies, dankjewel. Nou, dan zijn we weer alweer een tijdje thuis. Ja, weer een tijdje. Ik heb mijn oplader even erbij. Terwijl ik een row even zo meteen, die dus daar zit, even mijn telefoon aan de oplader doen. En dan ga ik zo even een half uurtje even lekker op bed liggen, want ik ben moe. Ik was vanochtend ook niet vooruit te branden, dat weet hij. En hij is even bezig om even wat in het systeem te zetten. In de computer. En ja.
in de computer. Dus daar gaan we hem ook maar niet mee storen. En hier zijn er weer twee. En dan een beetje aan het etteren. Ja, daar heeft iemand dus vandaag een stofzuiger in gedweld. Er is meer weinig van terug te zien. Wat denk je? Het moet maar kapot helemaal nu. Hé? Binnenkort maar weer een vernieuwe halen, zeker, of niet? Kleine. Jij, hè? Sloopie, hè? Sloopie, sloop, 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 hè? Eindelijk helemaal kapot. Ja. Dus, dat. Ja. Maar ik ga vandaag aan de tafel zitten met sorteren. Eens even kijken of, hoeveel we krijgen. Maar daar nemen we jullie gewoon weer zo meteen gezellig mee. Dus. Ja, de kratjes met post zijn er alweer. Ik heb drie. Jij hebt er drie. Karen heeft er drie. Ik heb er drie. Karen is nu druk bezig met voorbereidingen. De drie kratjes. Ja, het eerste allemaal straat. Dus op straat sorteren. Ja, dat weten ze allemaal wel. Kom. Okay. Ja, dat weten jullie allemaal. Ja toch, kijk. Maar je mag wel... Dat weten ze allemaal al op straat. Okay. Dan moet je me volgens maar beter in de gaten houden hoor, kom. Ja, ja. Zo, Buf, en zo doe ik het altijd. Ja, ja, die laat ik even zo van jou zien. Die is wel grappig. Die is ook wel grappig. Moet je alleen even kijken. Waarom alleen jij? Kijk, ik heb mij gepakt. Nee, nee, maar dat hoeft niet. Je kan zelf lezen. Zelf lezen. Oké. Okay. Ja, 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 duidelijk. Het is grappig, hè? Dat is heel grappig, ja. Sommige mensen hebben niet de intentie om goed te schrijven. Ik denk dat het systeem komt dat er een rare tekst in beeld komt. Ik zo meteen voetenbakje, lekker. Zit je? Ja. In de vorm van een leeg krat. Hè? In de vorm van een leeg krat. Ja. Kijk. Kijk, dit noemen ze ook wel eens kleefpost. En dan hebben ze kleefpost aan elkaar. En, dat is dan, en dan denk je van, hé, hey, het is één. Nee, het is twee. Dus dat is soms wel irritant. Dat kan ik me heel goed voorstellen. En is ook weer van dat leuke kleefpost. Kijk. Die is dan weer van dat hele dunne. Maar dan mag de pret niet drukken, zeg ik altijd maar weer. Want jullie horen, dat is utopia op de achtergrond. Die heb ik altijd aan. Gezellig toch? Beetje achtergrond.